Maar je bent wel van plan de 88 nog te halen? Liever niet. Liever niet? Nee. Maar was er niet nog een leuke nieuwe vent hier in het huis te vinden? Nee, ze zijn allemaal oude lulletjes. Nou, nu buurman aan de overkant wil wel, maar ik hoef niet. Hallo oma, met Bram. Dag Brammetje, dag knul. Weet u nog dat ik de afgelopen tijd altijd mijn camera bij me had? Dat ik u heb gefilmd? Ja. En ik wil daar nu een korte film van maken. Oh, en dat is wel leuk. Vindt u dat wel goed? Ja hoor, dat lijkt me wel leuk. Oh, gelukkig. Ja, ik zit in de toekopper zo een van de oude tuttenbel met de Ik ben in Rotterdam met mijn broer en mijn nichtje en we gaan op bezoek bij mijn oma die daarboven woont. Dit is mijn oma, Leni, de moeder van mijn moeder. Hier precies 32 jaar geleden, want dit ben ik, 12 dagen oud. Mijn oma is al bijna 90 en ze zegt zelf al jaren dat ze het niet al te lang meer gaat uithouden. Dus ik neem altijd mijn camera mee en in 2013 heb ik haar wat langer geïnterviewd. Hey, hallo, wat gaan we doen? We gaan naar oma. Misschien staat ze al buiten op het balkon. We hebben bedacht dat het leuk is om pannenkoek te gaan bakken. Hallo. De pannenkoekbakkers. Hallo. Jeetje, wat ben jij groot. God, wat ben jij. Lust u dat, advocaat? Nou, lekker. Beetje slagroom erop. Ik zat op het balkon in Cyprus in het hotel. Ja. Ja. We hadden een heel mooi hotel met vier en zwembaden. En je kijkt op de zee, hè? Ja. Nou ja, ik ben oma van 7 kleinkinderen, 6 jongens en 1 meisje. En ik heb 1 achterkleinkindje. En ik heb zelf 3 jongens en 1 dochter. Ik ben geboren in Rotterdam. En het laatste heb ik hier natuurlijk de Bijlwerfstraat genoemd. En toen heb ik op de stadhoudersweg gewoond. Ja. En daar kwamen jullie dan nog wel eens slapen. Of ja. Ja, daar heb ik wel de meeste herinneringen aan. Dat we kwamen logeren bij u en opa. En toen we James Bond gingen kijken. Lang geleden hoor. Dat u boterham met pindakaas voor ons smeerde. Ja. Pindakaas. En dat we naar Blijdorp gingen. Ja. Met opa. En je bent ook wel eens met jullie naar de Hoek van Holland geweest. Naar de Euromast natuurlijk. Ja, je moest wat doen met 2 knulletjes. Ja. Jas was oudste kleinkind. Ja. En toen Jas geboren was, toen heb ik met opa ben ik naar de toe gegaan. En toen heb ik in die auto zitten janken. Want toen heb ik net kanker gehad in mijn keel. En toen dacht ik, nou dat kind is geboren en dat zie ik nooit opgroeien. En dus daar staat hij. Ja. Dat is aardig opgegroeid. Ja, die man die was ook nooit vrolijk of wat. Maar dan dacht ik, ja, als je nou zo lang in een kamp gezeten hebt. Want hij was natuurlijk soldaat en dan als 19, dan moest je soldaat worden. Nou, en tegelijk dat hij soldaat werd, moest hij op gaan treden op de Grebbeberg. Ja. En toen is hij naar huis gegaan, na de oorlog. En dat mocht niet, want hij moest krijgsgevangen worden. Ja. En dat heeft hij niet gedaan, hij is naar huis gegaan. Dus toen kwamen ze hem thuis halen. Ook op de meest stomme manier, hij doet zelf de deur open. Ik weet er haast niks van, want hij wou er nooit over praten. Alleen als het ging over een plaats in Duitsland die door de Engelsen gebombardeerd was. En daar raakte hij helemaal van overstuur. Die mensen die gingen allemaal vluchten en de Engelsen die kwamen met vliegtuig en die gooiden de bommen op die mensen die aan het vluchten waren. En daar is hij helemaal hij kon het gewoon niet over praten hoor. Dat vond hij zo verschrikkelijk. En daar hebben ze naar staan kijken. Nou, daar ben je mee klaar. En hij moest mensen doodschieten. Nou ja, dat was helemaal niks voor hem natuurlijk. Nee. Heb je een gouden tand? Nee.
Ja, het is geen wonder dat die man zo stil was. Nou ja, iets tegen die kinderen mopperen of zo heb je nog nooit gedaan. Een tik hebben ze nog nooit gehad van hem, geen van allen. Nee. Want was er helemaal niet bij. Maar ja, daarover praten wou hij ook helemaal niet. Hoe bent u dan uiteindelijk op opa verliefd geworden? Ja, hoe ging dat? Als je tegen elkaar woonde, we gingen meestal gelijk de deur uit. Ik was kapster en je opa die zat op de Noordsingel, op het gerechtsgebouw. Hoe oud waren jullie toen? 22. Oké. Okay. 20, 22. Nou, opa was 5 jaar ouder, dus die was dan 5, 26. Ja. Want die heeft heel zijn jonge jaren natuurlijk in dat... bij die rotte moffen gezeten, ja. Ja. Ik zeg, wat een rotte moffen. En hoe lang was je toen samen geweest? 51 jaar, geloof ik. Zo. Ja, dat was de hele tijd. Wel... En dan is het best wel een gemis. Ja. En dan is er, nou ja, om de hele dag hier alleen te zitten is ook niet veel aan. Hoor. Maar was er niet nog een leuke nieuwe vent hier in het huis te vinden? Of ik hier een leuke nieuwe... Nee, het zijn allemaal oude lulletjes. Nee. Nou, de buurman aan de overkant wil wel, maar ik hoef niet. Frederik en Robert-Jan, die kwamen in het begin ook nog wel eens slapen. Ja. Maar ja, nou, ja, ze zijn volwassen mensen. Ja. Ze hebben er een gezinnetje. Dus soms twijfel ik wel eens eraan, hoor. Dan denk ik, nou, ik ga toch wel achteruit. Je kan zo weinig meer onthouden, hè. Wat voor, want nou dacht ik dat jullie de volgende week kwamen. Oh. Het is maar dat je ook het zei. Ze zegt nee, want 2 juni is nu. Nee hoor, dat is volgende week. Nee, echt niet. Dat is nu. Ja, de dagen en die... En de dagen en de maanden, die kan ik niet zo meer onthouden. Ja. Want hoe oud bent u? Je bent... Hoe oud? Ik ben 87. 87. Maar je bent wel van plan de 88 nog te halen. Liever niet. Liever niet? Nee. Nee. Daar ben ik lid van geworden. Waar gaat het over? Over, over euthanasie. Over euthanasie? Ja. Even kijken hoor. Zal ik je ook maar even doodmaken? Ik ben er toch. Ja, maar wat zou... Want u bent helemaal niet ziek. Nee, ik ben helemaal niet ziek. U bent gewoon zat. Ja, dus ja, ik ben gewoon zat. En precies een jaar geleden waren we hier ook... Hallo! Hallo jongens! Dag Roba! Ja, ik ben ook weer gegroeid. Nou hoor, dan gaan we toch gelijk. Dus zullen we een beetje de boel... Ja, ik zal even geld pakken. Ja, en hoe ik ooit bij jullie kindje moet komen kijken. Dat weet ik ook niet. Zoals maar recht door nog, hè? Ja. En Jasper had eerst een witte stropdas. Oh, die vind ik ook een mooie foto. Ja? Ja. Ja. En in mei hebben we voor het eerst Isolde meegenomen en dat vond ze helemaal fantastisch. Hé, hey, lekkere schat. Hé. Hey. Een poesje. Ah, ik word een oude tutje. Ja. En dit is de laatste keer dat we bij haar op bezoek gingen. Tenminste, ik hoop natuurlijk niet de allerlaatste keer. Ik was weer met mijn broer en Isolde en we gingen poffertjes eten. En daar had ze heel erg veel zin in. Ik schrik me altijd ook van de foto's die we laten zien. Oh ja? Oh,
omdat hij er zo oud uitziet. Ja, de oude tut. Ja, ik ben oud. Hoe is het met jou, Bram? Heb je nog werk? Ik heb nog steeds werk. Bij de vader. En Jasper ook werk? Ja. Je zit nu van de tokie. Hey, Poppy. Zeg het eens, zeg maar, oma. Zeg dat? Oma. Hier zit, daar ben ik niet meer. Tijd van ons. Je zit helemaal onder. Dan zit je helemaal onder. Ja, de schoenen, hè? Auw. Ja? Hier. Het wordt ook een beetje te koud, hè? Oma. Oeh, zijn we samen bus, hè? Ja, waar gaan we nu naartoe? Naar de poffertjes. Yes. Is lekker, oma? Heerlijk. Ja. Ja, lekker. Eindelijk. Wat is het? De poffertjes waren lekker, maar het was wel super druk en overal waren baby's. Ja. Nou. Is je kleinzoon? Ja. Ja, dat is een van de twee. De andere zit nog in de auto. Een boom van een kerel, hè? Oeg. Dat was ons bezoekje aan oma. Ik moet zeggen, het is niet zo makkelijk meer om een gesprek met haar te voeren. Maar gelukkig... Is Isolde er nou en daar kan ze gewoon naar kijken zonder dat je iets hoeft te zeggen eigenlijk. Ik zet hem wel op internet. Oh, nou ja, ik heb geen internet, ik zie het ook niet. Kom wel langs als die af is. Ja, oké. Dankjewel. Tot kijk. Fijne dag nog, doeg. Ja, dag. Doeg.